anderhalve week geleden of twee weken geleden, toen had Ronald Koeman een gesprek met die nieuwe president van Barcelona, die Laporta. En toen kwam op een gegeven moment, ja, toen moest Ronald het wel vragen. Die zegt, ja, meneer de president, ben ik volgend jaar dan nog de trainer van Barcelona volgend seizoen? En toen viel het even stil aan tafel, kun je je voorstellen. En dan zegt zo'n Laporta, die zegt dan van, nou, dat weet ik nog niet. Ik twijfel een beetje. Nou, het is werkelijk om daar naartoe te rijden en de hele boel even in elkaar te trappen. Alle deuren en alles en bureaus omver te gooien. Hoe is het nou toch mogelijk dat zo iemand dat maar durft te zeggen? In plaats dat die man daar klik, klik, zijn koffertje open doet en hup, met een contract komt en zegt, Ronald, hier heb ik een contract van jou voor de komende 3 jaar. Wil je even tekenen? Nee, ik weet het nog niet. Ik twijfel een beetje. Oh, jongen, jongen, jongen. En zo wordt Ronald Koeman op dit moment behandeld bij FC Barcelona. Werkelijk, de mensen daar, die moeten zich schamen. Want zo'n Laporta, die moet toch ook weten, waar was Barcelona toen Koeman kwam? Nowhere. Helemaal nergens. Hadden met 8-2 verloren in de Champions League. Was helemaal niks meer. En Messi, niet te vergeten, die wilde absoluut weg bij Barcelona. En toen kwam Koeman. En toen kon er ook nog helemaal niks gekocht worden. Geen enkele speler. Want er was geen dubbeltje meer. Er was zelfs bijna een faillissement. Geld was op. Enzovoort, enzovoort. Hoeveel chaos wil je hebben bij een club? En Koeman is gewoon aan het werk gegaan en heeft de hele boel weer uit dat drijfzand getrokken. Hij heeft de touw gegooid en die boei en heeft Barcelona met horten en stoten weer uit dat drijfzand gekregen. En die Laporta, die is dat dan in één keer helemaal kwijt. Die is dat dan vergeten. Mafketel dat je bent, en dat is dan het minste wat ik tegen je ga zeggen. De rest doe ik niet. Want je moet je schamen, Laporta. Heel erg schamen. En vooral wat er nu weer gebeurd is. 2 dagen geleden. Dan laat je Koeman daar komen. Die moet dan naar Nou Camp komen. En dan hebben jullie een gesprek van 1,5 uur. En dan laat je hem weer zwemmen. En dan laat je de boel maar weer open. En dan weten we het nog niet. En misschien komt er wel weer een vervolggesprek. En hup, dan gaan die media weer. En die kunnen weer speculeren. Wordt hij ontslagen, wordt hij niet ontslagen? Het is werkelijk een schandaal gewoon. En het is gewoon dat Koeman, Ronald, zo verschrikkelijk veel van Barcelona houdt. Maar echt van die club houdt. En het is dat hij daar zo dolgraag wil werken. Want anders dan had hij al lang gezegd, zoek het uit met je zootje en ik ga weg. Dat had hij eigenlijk ook moeten doen nu. Want dit is geen manier van doen van Laporta en van Barcelona. Het is een grote club. Dat is zo. Maar ze tonen nu geen niveau en geen respect.